Ja, Fiesta lijkt me wel echt zo'n lieve mama-paard. En dan moet ik heel eerlijk zeggen, ik ben ook niet helemaal thuis in de fokkerijwereld en zo. Dus dat proces is nu in gang gezet. Ze hebben haar nu een paar keer gescand. Hoi! Hoi. Nou, oké. Leuk dat je kijkt naar een nieuwe video. In deze video gaan we jullie wat meer vertellen over Fiesta en wat we met haar van plan zijn. Dat klinkt heel... in het duister. maar in de vorige video's zei Iris al iets van dat het binnenkort allemaal duidelijk wordt waarom Yellow en Stan, dat het allemaal past. Oké, nou zoals jullie allemaal in een voorgaande video misschien hebben gezien, hebben we een keertje Fiesta laten scannen al voor de eierstokken. En zijn we daarna nog wel even een poosje bezig geweest om haar te rijden en te kijken of dat beter ging. En nou ja, af en toe gaat het wel goed en af en toe eigenlijk meestal niet goed. En ik zelf vind het niet zo leuk meer om erop te zitten omdat ik er bang van word. Omdat ze heel heftig is en heel ze vliegt echt alle kanten op. Nee, ja. Je kunt erover mee praten. Nou ja, je kunt niet echt blijven zitten. Want normaal, je natuurlijke reactie als je bijna valt of als je gewoon je paard onder controle wil houden, is dat je iets met je benen doet. En dat kan dus niet. Dus als je dat doet, dan wordt het alleen maar erger. Waardoor je eigenlijk gewoon... ja, niks meer. Je hebt geen controle. Je kunt je nergens echt stabiel aan vasthouden of zo. Nee, als je inderdaad ook maar iets uit evenwicht raakt en je been verschuift, dan krijgt zij gelijk weer paniek. En dat maakt het gewoon dat je wel zo zelfverzekerd en handig en weet ik het wat moet zijn. En ik heb daar gewoon geen lol aan op die manier om op een paard te zitten. Maar zelfs mensen die zeg maar heel goed zijn, weg kunnen en heel goed zijn, ja, die kunnen haar dan wel rijden, maar het is gewoon niet leuk. Nee, het wordt er nog steeds niet makkelijker van. Nee, en er zit ook geen verbetering in of zo? Nee, weinig. Nee, dus we hebben haar aan alle kanten toen laten onderzoeken door verschillende dierenartsen, verschillende behandelingen, therapieën gedaan. En we hebben eigenlijk alle medische dingen die ik me kan verzinnen hebben uitgesloten. En waarschijnlijk is het een trauma waardoor ze dus zo reageert onder het zaal, dat er gewoon zoveel spanning, zoveel angst zit. Maar ja. Ben ik dan de aangewezen persoon om dat eruit te trainen? Weet ik niet. Denk het niet. En in elk geval, ik vind het niet leuk. En je wordt zelf ook gewoon... Je wordt heel onzeker van, ja precies, en ik durf er eigenlijk niet zo goed alleen op. Ik heb natuurlijk eerder een ongeluk gehad, dus het zijn van die dingen dat ik denk van, ik vind het risico van mezelf te groot. Dus toen hebben we overlegd wat we dan kunnen doen. Nou, van jullie kant werden er heel veel inzendingen van gestuurd van, nou ja, of we Fiesta lieten dekken, ja of nee. Het antwoord daarop is nou, een soort van ja. Omdat Fiesta gewoon haar karakter zelf, als je gewoon bezig met haar mensen, is gewoon super lief eigenlijk. Het is echt super leuk. Er zit een heel goed stamboekpapier achter. Het is heel knap en ze kan heel mooi bewegen. En het is het allemaal. Alleen gewoon als je erop zit, is het gewoon ja, dat trauma inderdaad. En toen hebben we een beetje naar de opties gekeken, of nou ja. Ja, en ook van wat, nee, ik kan haar wel laten dekken, maar dat kost natuurlijk best wel heel veel geld. Er komt heel veel begeleiding bij kijken, heel veel onderzoeken, heel veel, dat zorgt voor het veulentje daarna. Het veulentje heeft daarna een stal nodig. Daarna. En je hebt hier al 7 paarden staan. Ja, en 6 en 1 van jou. Nee, maar daarom hadden we wel zoiets van, ja, is het natuurlijk kan het. En er is ook echt wel plek te creëren voor een, ook voor Mary en een veulentje. Dat hoeft allemaal het probleem niet te zijn. Maar ja, wil ik dat, dan ik weet niet zo goed wat ik er dan daarmee moet. En ik heb heel veel twijfel hierover gehad. Maar ik denk wel dat het misschien goed zou zijn voor Fiesta om een veulentje te krijgen. Want dan kan ze zeker een jaar op rust. En dan kunnen we altijd daarna eens kijken, als ze er zo lang uit is geweest, dat we eerst weer aan de longeerlijn beginnen met de training opbouwen en eens kijken of ze dan het zadel anders zou worden. Mm-hmm. Maar ik vond zelf de kosten eigenlijk een beetje te hoog voor het dekken. Als je in elk geval gewoon met een goede stamboom en deze bloedlijnen verder wil, dan vond ik de kosten heel hoog worden. Dus daarom dat hield mij een beetje tegen nog. En toen kregen we een aanvraag van, of een tip van iemand of we haar niet als draagmoeder zouden kunnen inzetten. En dat proces is nu in gang gezet. Ze hebben haar nu een paar keer gescand om te kijken of ze hengstig is. Want ze was dus 2 weken geleden of zo, begon ze met hengstigheidsgedrag weer vertonen.
Dus we dachten echt, yes, dan kunnen we scannen. En als ze dan een ijsprong heeft gehad, kan ze meteen... Dan kan ze... Nee, en die hoeft niet gedekt te worden. Maar we gaan het zo uitleggen hoe dat dus weggaat. En via wat? Ja, hoe dat allemaal gaat. Ja. Want er is best veel vraag naar. En mocht je dit nou bekend klinken, zeg maar. Dat je denkt, van misschien is dat ook een oplossing voor mij of iemand die ik ken. Dan moet je even op blijven letten. Ja, dus zodra ze de ijsprong heeft gehad, dan af en toe daarvoor is de dierenarts nu steeds aan het scannen. En verder ziet alles er rustig uit. Maar de laatste hengstigheid was dus niet helemaal goed. Af en toe niet goed genoeg om een veulentje te krijgen. Dus we moeten nu wachten totdat ze weer opnieuw hengstig wordt. En dan, ik denk met twee weken of zo, denk ik ongeveer, mm-hmm. dat ze weer in de cyclus zit. Maar dan scannen ze dus Ze gaan eerst kijken of de baarmoeder hengstig is en of dat of de ijsprong of dat ei goed uitziet, zeg maar. En dan kunnen ze meten en dan kunnen ze ongeveer inschatten wanneer er een ijsprong gaat plaatsvinden. En dan nadat dat ijsprong is geweest, dan kunnen ze gaan kijken welke merrie in de omgeving een vergelijkbare cyclus heeft aan die van Fiesta. Want draagmoederschap houdt dus in dat zowel de vader als de moeder van het veulentje dus niet van Fiesta zijn. Dus er wordt eigenlijk een eicel uit een ander paard gehaald en een zaadcelletje uit een ander paard. En dat wordt dus in Fiesta geplaatst. Dus normaal heb je zeg maar Fiesta dan en dan de hengst. Ja. Dan en nu is het dus merrie en hengst, maar dat samen wordt in Fiesta. Ja, precies. Ja. En dan moet ik heel eerlijk zeggen, ik ben ook niet helemaal thuis in de fokkerijwereld en zo. Dus voor mij is het allemaal nog vrij nieuw. Ja, natuurlijk snap ik wel hoe een veulen tot stand komt. Maar het is dit hele proces en zo is voor mij ook vrij nieuw hoe dit allemaal werkt. En we zitten nu dus te wachten totdat als we weten wanneer ze de ijsprong heeft gehad, dan gaan ze kijken welke merrie in de omgeving een vergelijkbare cyclus heeft, zodat ze die dan ijsel kunnen spoelen. En dan kunnen ze dat uiteindelijk gaan overplaatsen. En ik geloof dat dat een week of twee weken daarna moet. Nadat de ijsprong is geweest. Nee, volgens mij heb je dan een week de tijd. We gaan nog uitzoeken. We hebben niet alvast. Nee, nu eventjes een soort preview op de serie die gaat komen. Als het allemaal goed gaat. En als ze netjes drachtig wordt zoals het hoort. Dan kunnen we jullie helemaal meenemen in het proces. Want dat betekent dus ook dat als Fiesta straks wel drachtig zou worden hiervan. Dat ze na een paar maanden verhuisd wordt naar de eigenaar van het veulen. Dus dat is ook een dingetje. Ik zal niet eigenaar van het veulen worden, maar ik blijf wel eigenaar van Fiesta. Maar Fiesta die gaat dan naar de andere woning. Dat ligt er net aan bij welk paard ze in de cyclus gelijk loopt. Dus ik weet nu nog niet waar ze dan naartoe zou gaan. En dan, die gaan dan voor haar zorgen totdat het veulentje is afgespeend. En dan mag ik haar wel ophalen. Dus dan is ze wel echt zeker een jaar weg. Want ze blijft hier dan de eerste paar maanden nog staan en dan... Dan gaat ze weg en dan als het veulentje is geboren, dan zitten die ook nog vaak een paar maanden bij de moeder. Het is ook niet zomaar iets. Het is wel gewoon iets waar je, als je zo'n veulen wil fokken, heel veel geld voor moet betalen. Ja. Dus ze komt ook sowieso wel op een plek terecht waar ze goed wordt. Ja, ze zal niet zomaar inderdaad ergens in de wei gegooid worden. Dat zijn vaak mensen die wel echt investeren in een goed veulen. Of die juist daarom ook een draagmerrie zoeken. Dus... daar is wel echt helemaal selectie voor. En je tekent contracten over hoe en wat er voor het paard gezorgd zal worden. Moet en je verhuurt Fiesta? Ja, eigenlijk verhuur ik Fiesta dan. En dat betekent dat ik hier even tijd krijg om erover na te denken wat ik met haar zou willen. En dat ze voor mij ook eventjes uit de onkosten is. Want ik betaal nu wel elke maand natuurlijk vrij veel geld voor een paard waar ik eigenlijk niks mee kan. Ja, ze staat er alleen. Ja, ze staat en ik lanceer haar wel en ik poets haar wel, maar eigenlijk... Op deze manier is ze ook gewoon niet helemaal op haar plek. En dan denk ik, ja, het is toch wel fijn als dat paard iets te doen heeft met zijn leven. Of dat nou inderdaad drachtig zijn is of dat ze gewoon het leukste kan doen. Maar wat jij zegt, daarna kun je het altijd gewoon nog proberen met het rijden. En als het echt niet gaat. En dan blijkt dat ze super geschikt is om draagmoeder te zijn of gewoon... Ja, misschien is het een hele goede fokmerrie. Dan is ze ook gewoon, dan hoeft ze die hele spanning onder dat zadel niet meer. En kunnen er gewoon veulentjes met haar gefokt worden. Ja, Fiesta lijkt me wel echt zo'n lieve mama paard. Ja, denk ik ook dat ze een hele leuke mama paard is. Een hele leuke mama. Ja, dus dat was voor mij op dit moment de beste optie. Zodat ik me kan focussen op de andere paarden. Dat we City verder kunnen opnemen in de training. Want ze gaat heel veel tijd, heel veel geld zitten in Fiesta. En in het trainen van haar. En ik heb natuurlijk heel veel onkosten gemaakt aan
dierenartskeuringen en onderzoeken en supplementen. En de ene specialist naar de andere is bij Fiesta geweest. Omdat je elke keer iets anders denkt dat er aan de hand is. Ja. En we hebben een training gehad om te die kijken. Die wil alles gewoon uitsluiten. Ja, precies. En toen dacht ik nog van, nou, misschien ligt het aan mezelf. En ben ik gewoon niet de match ruiter voor haar. Maar goed, dat bleek uiteindelijk niet heel veel verschil te maken of ik ten opzichte of iemand die wel dat de hele dag doet voor zijn werk. Maar nou ja, dat is dus voor mij de reden geweest dat ik wil eigenlijk gewoon heel graag iets meer tijd en ruimte hebben voor City en Roos. En dat we ook een beetje het werk met Jello kunnen oppakken. En als gewoon meer een beetje serieus. Ja, dan, een beetje precies. Rijden, want je hebt nu elke keer rijden misschien 1-2 keer in de week, soms wel vaker, soms helemaal niet of zo. Ja. En die paarden moeten ook gewoon beweging hebben, want straks hebben ze helemaal geen conditie meer. Dan wil je weer dingen gaan doen, maar dan moet je eerst weer conditie opbouwen en zo. En ja. Ja, je hebt ook zo'n paard gekocht. Ik bedoel, City is nog vrij jong. Ja, nee, maar City wordt ook wel baserij natuurlijk ook met City. Mm. En de City die loopt wel nu 3 tot 4 keer in de week. Maar ja, daar wil ik zelf ook weer mee gaan doen. Vanaf donderdag begin ik weer met lessen, jongens. En dan wordt het weer gewoon serieus aanpakken. Want ik dacht ook, ik heb al die tijd een beetje voor mezelf eerst weer zitten uitzoeken van ja, durf ik het weer, ga ik het weer doen. En ik moet zeggen dat Fiesta me daar ook een beetje terug heeft gehouden. Omdat ik echt dacht dat het aan mezelf lag. En dat je ergens doorheen probeert te komen en je blijft continu op hetzelfde punt hangen. En nou bij City en nou wil ik daar inderdaad gewoon me op focussen. Dat ik daar gewoon mee verder kan. En dat het voor mezelf het rijden ook gewoon weer leuk wordt. Dus daar kunnen we over gaan filmen. En we kunnen gaan filmen over de springangst van ons beiden. Gewoon misschien wel gewoon iets over hoe je zelfverzekerder op je paard zit. Waar dat eigenlijk vandaan komt en hoe je dat op kunt lossen. Ja. Ja, terug naar Fiesta. Terug naar Fiesta. Ja, vanaf, we zullen daar jullie in het proces ook gewoon meer meenemen. Nu we weten dat ze dus wel in aanmerking komt voor het draagmoederschap. Mocht je daar nou zelf interesse in hebben, je hebt natuurlijk een gezonde merrie nodig van, ik geloof niet ouder dan 11 jaar. Tussen de 7 en 11 jaar moeten ze zijn. En warm bloed. Warm bloed, ja. Ja, en ze willen, ja. En je krijgt dan een heel formulier over hoe en wat waar je paard aan moet voldoen. Maar als je bijvoorbeeld een paard hebt dat een blessure heeft en daarom voor lange tijd uit de running is, die kan hier dus ook voor een aanmerking komen. Zodat je hem niet alleen op de wei hoeft te zetten, maar dat hij dan ook nog een functie heeft. Zeg maar. Ja. En als jullie nou vragen hebben over dit onderwerp, dan moeten jullie die onder in de comments stellen. Want dan kunnen wij die beantwoorden of dan zorgen we dat we die binnenkort kunnen beantwoorden. Ja. Want ja, misschien kunnen we wel iets samen doen met de draagmerriecentrale, omdat er best wel veel vraag naar goede merries is. Mm-hmm. Dus dan gaan we het even voor jullie uitzoeken en voor onszelf. Ja. Dus laat het even weten. Ja, en als er andere dingen zijn die jullie hierover willen weten of over Fiesta, of jullie nog super goede leuke ideeën hebben over de dingen die we met rijden kunnen oppakken voor video's, dan laat het zeker even weten. En dan horen jullie snel of het goed gaat met Fiesta en of ze er klaar voor is. Nou, dan willen we jullie heel erg bedanken voor het kijken naar deze video. Vergeet geen duimpje omhoog te doen en natuurlijk te abonneren op ons kanaal, want we zijn gewoon in 3 maanden bijna 10.000. Kan toch niet? Ja. Kan toch niet? Daar zijn we heel blij mee, jongens. Jullie zijn de best. Ja. En jullie hebben het misschien wel gezien op Instagram. Dat wij nu aangesloten zijn bij de Go Social Family, Go Social Talents. En dat betekent dus dat wij ook meegaan op verschillende roadtrips, evenementen dus. En dat jullie ons binnenkort kunnen ontmoeten. Ja. Dus hou onze Instagram en YouTube in de gaten. En en vanaf de 10.000 abonnees vergeet niet je challenges in te sturen op Instagram. Want dan vanaf 10.000 abonnees gaan wij een paar challenges uitvoeren. Dus bedankt voor het kijken. Doeg!